Meneer, ik ben de meest sexy man van Nederland. 3, 2, 1. Hallo Pippa. Hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag hebben we een super leuke video op de planning staan. Want vandaag is het de dag dat Sarah op alles ja moet zeggen. Woehoe! En wie heeft daar zin in? Ik. Ik. Ja. Jij hebt er zin in? Ja. Goed zo, want dat moet hij ook zeggen. Ja. En ik heb er zin in. Ja, wij hebben er zin in. We hebben een aantal leuke ideetjes voor Sarah vandaag in petto. De vorige keer heeft hij mij behoorlijk wat te pakken gehad. Dat is niet zo leuk, hè? Ja, en nu gaan we papa pakken. Vandaag is het de beurt aan Sarah. Laat nog een keer, was niet zo leuk? Hè? Huh? Was niet zo leuk? Wat was niet zo leuk? Dat zei je net. Nee, het was niet zo leuk. En ik heb nog even voor jou om in te komen. Oh. Nee! Dat begint al goed. Nee! Wacht. Dit meen je niet. Als dit een voorteken is van hoe de dag vandaag gaat, dan hebben we de zin in. Nee, dat weet je niet. Oh, sorry. Oh, no. Mama. Vond je het leuk? Ja. Heb je zin om dit op te ruimen? Oh, wacht even. Het kan nog wel een beetje... Zo. Zo, jij hebt zin om op te ruimen, hè? Hé, hey, schatje. Succes ermee. Het wordt een hele leuke dag vandaag. Go, papa. Go, papa. Go, papa. Go, papa. Vind je het leuk om op te ruimen? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Goed zo. Heel goed. Ga je het goed opruimen? Nee, ja. Goed zo. Zo, meneer, zit je goed? Lekker omgekleed? Hé, hey, vorige keer, hè? Nee. Had je 1 week iets niet gedaan met die dingen daar, hè? Ik heb ook 1 week lang iets niet gedaan. Nee. Ja. Ik heb 1 week lang iets niet gedaan. Nou. Wacht, doe je ogen dicht. Wacht even. Opa? Klaar voor? Nou. Ik heb 1 week lang geen sokken gesorteerd, schat. Dat wordt jouw taak voor nu, ik zou zeggen... Heel veel succes. Weet je, dit is echt een dagtaak, Esra. Ja, nou, lekker voor je. Klaar. Nee, man, serieus. Heeft ook te maken met voeten. Jij houdt blijkbaar van voeten. Je hebt een voetengebeuren volgens mij. Hier, nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja. Ja, klopt, schat. Welkom in mijn leven. Maar je houdt zoveel van voeten. Ja. Oh, weet je, doe even likken aan de sok. Lekker likken. Doe maar. Doe maar, is lekker. Likken. Goed zo, goed zo. En ja, de reden waarom ik hiervoor heb gekozen is, ik vind het de meest vreselijke klus in huis. Ik ben degene die het altijd moet doen. Stel, doe ik eigenlijk nooit. Hij doet nooit iets met de was. Het is echt een pokkenwerk om die sokken te sorteren. Ik denk echt dat dit misschien wel een half uurtje tijd in beslag neemt. Oh, jij wilt er langs. Oh, sorry meneer. Ga er maar langs. Toetoe. Ga over mijn tenen rijden. Gereden. Oh, doe maar even over papa's voet rijden. Ja. Papa, wil je dat? Doe maar over papa's voet. Goed zo, lekker. Rom, rom. Goed zo, Ila. Ja. Hij heeft over mij meteen ook gereden. Oh, dat was niet de bedoeling. Zo, dat duurde maar een half uur. Precies wat ik zei. Dit is echt een rotklus. En vond je dit leuk? Ja. Ga je het vaker doen? Ja, ik ga zeker elke dag doen. Hallo, omdat je zo goed hebt gedaan en omdat ik echt heel lief ben, heb ik wat eten voor je gemaakt. Dit is jouw eten. Een rauwe ui. Je hebt zin om dit op te eten, toch? Ja, ja, ja. Eten. Ja, vorige keer liet je mij ook dingen eten, dus dat heb je echt aan jezelf te danken. Ja. Dit heb je echt aan jezelf te danken, Sarah. Hap. Oh, lekker. Oh, lekker zeg. Lekker. Je vindt het lekker, hè? Echt lekker, hè? Je bent een topper, hè? Je kan dit, hè? A few minutes later. Zo ga je al met mij eten. Ik heb dit met liefde voor jou gemaakt, Sarah. Oh. Dit accepteer ik niet. Ja. Dit gedrag heeft consequenties. Wacht maar. Ik ben zo terug, want wij gaan zo heel even de deur uit, hè, Debbie? Ja. Maar wij hebben nog wat voor je vader, dus dat gaan wij eerst even pakken. Oké, wat ik dus heb is haarcolorspray. En ik heb 2 kleuren. Ik heb blauw en ik heb rood.
goed. Dus we gaan papa even de make-over geven. Nou. Lieve papa. Hallo. Hé, ze willen jou wat vragen. Ja, nou, wil jij dit op je haken? Ja, heel graag. Okay. Nou, dan gaan we dat doen. Ben je er klaar voor? Waarom heb jij zwart haar? Want je ziet het heel licht. Dat zit zelfs nog goed in je haar. Ja, hij komt. Ik ga eventjes de camera wegdoen, wacht. A few moments later. Oké, het is gelukt. We hebben uiteindelijk allebei de kleuren er maar doorheen gegooid. Ben je klaar om het resultaat te zien? Hij heeft het nog niet gezien, ja? 3, 2, 1. Nee. Kijk, net zo met die armen, man. Kijk, draai eens even een rondje, niet weglopen. Kijk, ene kant is rood en de andere kant. En ik moet je eerlijk zeggen, het staat ook echt wel leuk. Het wordt zo leuk. Oh, weet je hoe deze dingen heten, Sarah? Karma, dat voelt zo goed. Oh, mama, papa lijkt toch op een meisje? Ja, eigenlijk wel een beetje zo. Oké, om nog even goed te laten zien aan jullie rood. En je hebt zoveel geluk dat je zwart haar hebt. En blauw is... Hey, schat. Heb je zo lekker naar buiten te gaan? Hè? Heb je zo lekker naar buiten te gaan, schat, met je mooie nieuwe kapsel? Ben je klaar voor om de wereld jouw mooie kapsel te laten zien? Goed zo. Nou, we zitten in de auto en lieve schat, ik vind dat je wel eventjes lief mag zijn voor mij vandaag. En dat kan heel goed met koffie. Gaan mensen wel niet denken van als ze me zo zien? Ken mij dat wat verratten? Kom. Wil je even mijn koffie halen? Ja. Dat krijg ik natuurlijk. Zo, kom liefie. Nou liefie, ja? Tijd om even lekker een kopje koffie te halen. Ja. Ik zou zeggen, ga maar. Zoals jullie altijd willen. Oké. Ik was aan het wachten tot het moment dat hij buiten loopt. Kijk hoe erg dat kapsel is. Kijk, dit zei Sarah net dus. Mensen kijken mij raar aan. Dus ik zeg, ik ga stuk. Hij zegt allemaal van die rare geschrokken oude mensen. Hé hey, jongens. Ja. Volgens mij is papa daar wel een beetje de show aan het stelen. Hè? Ja. Iedereen zit hem aan te kijken. Denk je dat ze het mooi vinden? Of niet mooi? Ik denk het ook niet. Daar is de koffie. Nee. Nee. Echt hè? Hij weet het al. Hallo, en jij wilt gewoon jouw muts op doen? Ik dacht het niet, lieve schat. Nee, maar schat, ja? Het ziet er echt heel goed uit. Lekker, heb je niks voor jezelf gehaald? Hè? Door alle stress sowieso. Ja, ik ben echt geen serieus. Nee! Ik had echt trekken. Jij denkt ik wil zo snel. Lekker! Tijd voor een lekkere... Oh! Oh! Ik sta op mijn rietje aan het passen, want die kan ik niet meer gebruiken nu. Wil je even mijn nieuw rietje halen? Ja, dat is er. Doei! En het grappige is, zou ik al zo nog een keer opnieuw lopen, want het is iets te koud voor hun. En daar hebben ze van die kartonnen papiertjes voor. Dus zou ik al zo gewoon nog een keer gaan lopen. Oh, kijk hem nou. Hi, kom verder. 3 stuks, alsjeblieft. Je mag nog een keer gaan lopen. Waarom? Omdat je die kartonnen dingetjes voor hun bed vergeten. Ze zitten al, het is koud. Papa, kan je nog een keer halen? Je hebt het gehoord. Nee, Pipje hebt. Zeg het maar, wat is je antwoord? Nee? Ja. Ik ga helemaal stuk. Hij zegt, moet dit echt? Ze zitten wel aan te kijken. Weet je wat nu grappig is? Ja, maar wie, welkom. Dat al die mensen denken. Welke rare vogel. Drie keer Er staat een hele rij daar. Ik kom al langs die rij gelopen. Mensen denken, wat is dit? Maar dat is de grap. Nu kom jij 3 keer met een achterlijke kapsel erbij. Ze gaan sowieso denken, waarom? Hé, Mara, schat, kom. Dit is zo heerlijk, mensen. Oh. Goed bezig, lieverd. Hé, maar liefie. Alsjeblieft, jonge dame. Ja, hartstikke bedankt. Hé, maar schat. Ja? Eerlijk is eerlijk, ik heb een hart. Ik ben gewoon lief. Jij was vorige keer echt extreem. Wij hebben nu allemaal wat lekkers. Dat ben jij van jezelf hebt vergeten, vind ik wel een beetje sneu. Jij wordt heel erg gelukkig van een burger, toch? Ja. Rij naar de drive-in. Waarom vertrouw ik jou niet? Graag of niet, hoor. Ja, is goed. Ja. Wil je dat doen? Ja. Is goed zo. Oké, we zijn aangekomen bij de drive-in. Of nou, we staan even op een parkeerplek. Want ik zei tegen Sarah, parkeer eventjes, want we gaan niet zomaar de drive-in in. En de vorige keer was eigenlijk best wel bijzonder, want ik moest toen bij de drive-in van KFC een praatje houden over vegetarische burgers en zo.
En dan had ik gezegd, ga jij lekker een burgertje halen. Maar kijk wat er gewoon hier voor ons staat. Zo'n varkensvrachtwagen. Gewoon, ja, ik weet niet of die nog vol is, want moet je kijken. Die raampjes, die beesten kunnen niet eens naar buiten kijken. Ik vind het echt, ik weet niet, dit zet ze ook letterlijk voor zo'n... En weet je wat ik wel echt heel tof vind? Zij wil zeggen dat ik ga een vegetarische burger nemen. Ik had zin in een Big Mac, maar heel eerlijk, door al die films dat ik zie hoe die beesten worden afgeslacht. Ja. Ik ga vegetarisch met chicken nemen. Ah, dat vind ik echt heel goed. Oké, ik had wel een opdracht. Omdat jij net hebt gezegd, ga ik iets soepeler zijn. Oh, want serieus? Wat jij gaat doen is als volgt. Zometeen bij de drive-in. Jij weet natuurlijk wel wat je gaat bestellen. Maar we gaan even doen alsof je dat niet weet. Gewoon heel lang twijfelen. Je gaat advies vragen. En op het moment dat degene die daar dus zit, wat wil zeggen, dan ga je toeteren. Okay. Dus je moet minimaal 3 keer toeteren. Eigenlijk wou ik je vaker laten toeteren, maar omdat je voor die vegetarische burger gaat, ben ik iets soepeler. Welkom bij de McDonald's, mag ik je bestelling hebben? Goedendag, even kijken hoor. Altijd lastig hè. Ik begrijp nu al. Alsof die jongen zegt niet eens wat. Jullie hebben ook vegetarische kippen? Ja. Wat zit er eigenlijk in? Oh ja, het is gewoon een vleesvervangend product. Oké, okay, zit er een notenproduct in? Want daar ben ik allergisch voor. Nee, volgens mij zit er geen noten in. Geen noten? Nee, volgens mij niet. Oké, ik heb wat allergieën, daarom weet je misschien wat erin zit voordat ik verkeerd sneeuw. Ja, nee, ik zal het even vragen. Is goed. Je moet wel iets beter toeteren, iets langer. 2 extra toeters erbij, Seran. Notenallergie. Ja, weet ik veel wat ik moet doen. Hoe neemt hij jou serieus met dat kapsel? Zit er waarschijnlijk op zo'n camera. Ik zie de camera erboven, dus mijn camera voor het laag zit, anders neemt hij niet. Ja. Nou, zo duurt het wel heel erg lang op deze manier. Ja, ik moet het lang overdoen, ja. Nog even doorrijden naar het eerste raam. Doorrijden? Ja, ik heb nog wel wat andere dingen. Oh ja, hoe heet dat? Ik kunt ook gewoon bestellen bij het eerste raam. Oké, okay. Mag ik ook een kipnuggets los? 6 stuks? Ja. Geen saus? A few minutes later. Eerlijk Sarah, je optreden was echt amateuristisch. Ja, doet er even iets. Zo slecht was het te noemen. Je bakt er niks van. Ik ga jou hiervoor nog terugpakken vandaag, want ik vond niet dat je dit goed hebt gedaan. Op een gegeven moment. Hij komt naar de raam door. Hij heeft die camera. Hij heeft het door. Hij had niks door. We hebben uiteindelijk een allergene informatieboekje gekregen. En er zitten geen noten in de vegetarische McChicken. Ik heb het opgezocht. Dus je kan zo meteen. Sorry, ik heb geen... Zo, kijk eens. Het is maar dat je die hebt gehaald. Anders was ik nu nog pissed off. Ja, sorry. Nee. Sorry. Maar schat, ik zal ook nog lekker wat frietjes aan het eten. Servetjes zijn op. Ja, dat weet ik. En omdat ik nog even een opdracht voor jou heb, dat dacht ik maar. Nou. Jij gaat binnen naar de kassa toe. Ja, lieverd. Wat hè? Familie Lekap. Ja, zeker lieverd. Jij gaat even naar binnen toe en jij gaat vragen om servetjes. Alleen deze keer is jouw kapsel alleen niet voldoende. We hebben hier nog wat saus over. Kom eens even. Kom eens even. Je bent wat saus. Kijk eens naar mij. Nee, dat kan echt niet waar. Dit is echt niet waar. Half een beetje weg. Nee. Niet zo erg. Jawel. Wil je voor ons servetjes halen? Ja. Hey, die moet je bij de kassa halen. Echt niet maken. Dat zie je er toch zo super mooi uit. Zo kun je echt niet zijn. Hou van jou. Je houdt ook van mij toch? Je vindt het leuk toch? Ja, schatje. Doei doei. A few moments later. Komt ie hoor. Mag ik nu wel weghalen? En? Zeiden ze wat of niet? Ze keek me echt raar aan. Ze zeiden niet eens wat. Nee, ze keek me gewoon raar aan. Ze denkt ook, waarom vraag je op servetje en loop je weer zo door? Nou, schat, dit maakt het toch wel weer een beetje goed. Hé, maar ik heb even iets verder laten rijden. Toen zei ik tegen jou, stop eventjes, hè? Ja. Zijn, maar klein stukje nog van ons huis verwijderd. Ja. Wil jij hier komen zitten? Ja. Ik ga daar zitten. Zo. Ja? Ja. Is dat een goed idee? Ja, vind je het goed als ik ga rijden? Ja. Dan heb ik nog een leuke opdracht voor jou. Dit raam gaat open. Jij gaat met jouw mooie kapsel eruit steken. En jij gaat tegen elke voorbijganger die je ziet roepen. Hey jij daar! Abonneer familie Lekap! Hey! Heb je daar zin in?
Ga je dat doen? Ja. Dus, dan je hoofd nu graag naar boven, dan ga ik rijden. Hè? Huh? Wat? Nu, alvast zo. Dag meneer, abonneer op Familie Kappen. Oh, kap. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar echt waar. Nog iemand? Hoi, abonneer op Familie Kap. Wat zeg jij? Jij gaat zo meteen zeggen, ik ben verkozen tot de sexy, meest sexy man van Nederland. Oké, dan ga ik het anders doen. Nee, ja, nee, nee. Dat ga jij doen. Alleen bril, zonnebril. Vooruit. Zonnebril. Hey, ik ben de meest sexy man van Nederland. Tessa, dit is gewoon... Hey, hey, hey! Wat is... Capuchon af. En die ook. Jij gaat weer naar boven toe. Wil je dat doen? Ja. Jij bent de meest sexy man van Nederland. Naar boven. Iedereen moet het zien. Serieus, jullie zijn echt... Och, jullie zijn echt... Erg. Oh. Jij kan niet even rijden, man. Jij kan... Ah. Meneer, ik ben de meest sexy man van Nederland. Ik ga stuk. Esra, ik vloog vol naar achter. Wow. Vond je het leuk? Waarom moest je gas geven? Moest ik het nog een keer doen? Nee, ik vond het leuk. Ik vond het heel leuk. Zo. Oh, naar boven. Nee, we zijn nog niet klaar. Naar boven. Naar boven, nu. Daar, nu. Daar. Wat moet ik zeggen? Je bent de meest sexy man van Nederland. Nu. Mevrouw, ik ben de meest sexy man van Nederland. Ja, goed. Oh, echt waar. Breng me uit. Zo, we zitten inmiddels alweer aan het avondmaal. Ja. En ja, wie heeft er gekookt, zullen jullie Mama. Denken? Oh, ik verklap het maar. Ben je blij dat ik heb gekookt? Ja? Zal ik het even nog lekkerder maken voor je het eten? Ik wil het horen, ja? Saran. Juist, ja. Ik wil jouw bord graag hebben. Ik heb hier een lekkere potje met sambal. Hou jij van sambal, Saran? Hè? Ik wil het horen. Hou jij van sambal? Het is een vraag. Ja. Ga je daar even lekker veel op de wc zitten, Saran? Ga eens eventjes lekker een... Lekker. Je weet het niet echt sambal kan, hè, Nou, dan gooi ik even nog een bij een beetje grote mond geven. Oh, er gaat iemand branden. Ik zou zeggen, roer lekker je bordje door, schat. Hap, hap, hap. Is het lekker, schat? Ja, smaken. Wil je nog een hapje, schat? Ik wil het horen. Wil je nog een hap, schat? Ja. Wel iets meer dan dat. Maar ik kan niet tegen, Esra. Ja, dat is niet mijn probleem. Lekker? Ja. Doorgeslikt? Het is vol. Hallo, schat. Hoi. Hoe vind je het vandaag? Vind je het leuk? Nee. Heb je zin om nog lekker deze avond gezellig samen te zijn? Ja. Goed zo. Ik heb nog wat leuks voor je. Heb je er zin in? Ben je benieuwd? Hè? Moet het? Ja. Goed zo. Want ik heb weer wat erbij gepakt. En het is geworden een waxstrip. En dat betekent dat jij lekker gewaxt gaat worden. Wil jij gewaxt worden? Met je mooie rode... Ja. Hè? Nou, hij heeft even een hemdje aangetrokken. Lieve schat, ik wil heel graag die waxen. Weet je dat een goed idee? Hij is hier. Waarom niet opeens hier? Dit is wel een leuk plekje, Deborah. Of niet? Heb je er zin in? Ja. Ja. Is het leuk? Ja. Ja. Dat is het beste. Dan kijk uit, hè. Die bewaren we voor een ander plekje zometeen. Eerst even... Ander plekje? Hij heeft er twee uitgekozen. Ik heb twee haarstrips. Ik ga wel lief zijn. Ik ga met de haren mee. Ah, nee. Nee, zit er maar op het tafel. 3, 2, 1. Damn. Wat ga je doen? Nog eentje. Mag ik? Nee. Esra. Mag ik dat doen? Oh, ik wil dingen zeggen. Oké, haal hem maar eraf, jongens. Doe je ding. Nee, hij doet nu al pijn. Esra, je kan niet zachtjes doen.
Trek hem erin! Oké, pak hem vast en ga wegrennen, ja? Kom, 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 kom. Nee, hij doet echt pijn. Dat is net als met een pleister, die moet je er in één keer afhalen. Maar... ja, maar hij doet zo rustig. Ja, daar... kom maar, ik maak het wel af. Kom, 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 ik maak het af. Nou, dit was niet. Ik niet. Ja, nu heb je weer vast. Nou, jij dan niet hoor. Oké. Okay. Doe het zelf maar dan. Nee, ja, doe het alsjeblieft. Esther, ja, doe. Dan moet je niet zo bewegen. 3, 2, 1. Zo, lekker wat haartjes hier. Oké, okay, mag ik nog weer? Ben je er blij mee? Mooi gedaan. Goed resultaat. Kijk dit jongens. Heel mooi. Ben je er, vind je het ook mooi? Sarah? Vind je het mooi? Vind je het mooi? Ja, Esra. Dank je. Nou, de jongens liggen lekker op bed. En Sarah is lekker begonnen aan zijn potje Fortnite. Die denkt de avond is lekker begonnen. Maar lieve schat. Ja. Dacht je nou echt dat de dag voorbij was? Ja. Je denkt de haren lekker gewassen, dit, dat, klaar, Fortnite spelen. Ja. Maar lieve schat. Ja. Wil je mij een massage geven? Dat is goed. Hierna? Nu. Wil je mij nu een massage geven? Ja. En toekijken hoe jij wordt gekild op Fortnite. Serieus, en precies hier. Nee. Nou, dat wordt leuk. Moet ik stoppen dan? Ja, kom. En mij een massage geven. De rest van de avond. Wauw. Massage alsjeblieft. Oh, wat een spannend duweltje. Hè? Oh, dat ging heel snel. Ik denk... 92, wauw. Je bent plek 92. Nou, dat ging echt enorm snel. Nou, dat betekent dat jij nu de rest van de avond de tijd hebt om mij lekker te masseren. Wil jij dat? Ja. Ja? Ja. Ik ga de video alvast afsluiten. Ik heb er in elk geval van genoten. Ik hoop jullie ook. En ik hoop jij ook. Ja. Goed zo. En dan wil ik u bedanken voor het kijken. Vond u een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Als je nieuw bent, vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En op ons Instagram te volgen. En dan zien we jullie in de volgende video weer. Doei! Doei! Deur masseren alsjeblieft. Ja, tuurlijk.